Martin Preene, dat is lang geleden. Hoe gaat het met jou? Het gaat met mij eigenlijk heel goed. Ik heb druk. Je hebt het druk, dat horen we niet veel mensen zeggen de dag van vandaag. Ja, ik denk dat sinds ja, het eerste half jaar van deze hele helse periode van de pandemie heb ik, denk ik, zoals veel mensen, echt wel heel bewust vertraagd en minder gedaan. Maar ik ben dan op een bepaald moment toch terug beginnen werken. Via mijn social media, filmpjes beginnen maken, beginnen schrijven terug. En virtueel mijn show beginnen doen, want mijn theatershow De Gezonde Vrouw was natuurlijk in vele theaters gesloten. Op een moment stopte dat helemaal en dan ben ik virtueel ook voor bedrijven De Gezonde Vrouw beginnen spelen. En daarnaast, werk ik natuurlijk, heb ik de hele pandemie doorgewerkt voor TV+. Dus ik heb bij TV+ eerst Body Talk gepresenteerd met Maarten Cox. Een magazine rond gezondheid, vrij licht, hapklare brokjes met tips en tricks, waarin ik dingen klaarmaakte in de studio en noem maar op. En nu sinds begin november heb ik mijn eigen gezondheidsmagazine Martiens op TV+. Dat elke dinsdag wordt uitgezonden, 's avonds en eigenlijk ook dan nog de rest van de week in bus gaat. En dat gaat eigenlijk goed daarin. Dat is eigenlijk een programma waarin ik elke keer een centrale gast heb en dan praten we rond een gezondheidsgegeven. Dat kan gaan van hoe ga ik om met stress tot gezonde make-up, tot wat kan je tijdens de pandemie nog doen om in conditie te blijven? Wat kan je eten om die coronakilo's eraf te halen? Dat soort dingen. Maar we steken daar ook wel heel leuk beeldmateriaal in van wat ons is opgevallen in de media en dat soort dingen. En dat loopt nu 2 weken en ja, die kijkcijfers zijn heel goed, dus we zijn daar eigenlijk heel blij mee. Dus ja, ik ben in stilte blijven verder bikkelen. En dat gaat goed. Ik heb ook 2 weken geleden een heel leuk event voor vrouwen georganiseerd, waarin ik dus 2 dagen achter elkaar, waarin ik elke dag 50 vrouwen ontving. En die onderdompelden in gezonde levensstijl, qua voeding, qua ontspanning, qua verzorging, qua wat kan je doen om je immuniteit sterk te houden, waren verschillende artsen die zijn komen spreken. Dus ik heb het eigenlijk tot nu toe best wel druk gehad en ik heb het nu nog steeds druk, want ik ben nu aan mijn 9e boek aan het schrijven, dat in volgende lente uitkomt. En we gaan lekker door. Hoe leuk is het voor jou om weer televisie te maken? Dat is heel leuk. Ik moet eerlijk zeggen, verrassend, want ik had niet verwacht dat ik nog terug zou keren naar televisie. En met Body Talk met Maarten Cox, dat voelde als een leuk uitje. Maar toen TV+ me vroeg van ja, onze kijkers zijn toch wel heel erg blij met jou. Wil je niet een eigen magazine gaan doen? Dacht ik van ja, daar gaan we nu geen nee op zeggen. En dat werkt wel, het is leuk, het is een beetje thuiskomen. En het is, ja, we hebben 4 programma's per maand, dus dat is een vrij relaxed tempo in tegenstelling tot bijvoorbeeld vroeger de Rode Loper, waarbij ik bijna dagelijks naar Brussel moest, naar de studio. Is dit een relaxte manier van werken? En kan ik dat heel goed combineren met mijn werk als gezondheidscoach, als theatermaker en als schrijver? Want als ik in het hoge tempo van vroeger bij de VRT zou moeten naar televisie rijden, dan zou ik dat niet meer kunnen combineren. Dus dit is eigenlijk een mooie kruisbestuiving. Je bent nog altijd heel veel met gezondheid bezig. Hoe gezond ben jij zelf geweest de afgelopen periode? Eigenlijk heel gezond. Ja, ik vertrek als gezondheidscoach. Ik heb ondertussen, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ik heb een extra jaar gestudeerd als ortomoleculair begeleider. Dat heb ik ook nog gedaan. Dat heb ik ook nog in de pandemie gedaan. Wel, ik heb ondertussen 6 jaar studie erop zitten en dat helpt natuurlijk wel om u de nodige armslag te geven om je lijf te ondersteunen in tijden van rondvliegende vieze virussen. Dus ik moet zeggen, ik heb een hele goede weerstand opgebouwd door middel van toe te passen wat ik probeer uit te dragen natuurlijk. En dat helpt wel. Natuurlijk heb ik ook al eens een snotverkoudheid en ben ik ook al wel eens. Maar ja, kijk, dat hoort erbij en dat is ook goed voor de weerstand, hè. Dan kunnen uw killer cells en uw immuniteit volgende keer die beestjes herkennen die ziek hebben gemaakt. Dus nee,
Tot nu toe is mijn gezondheid is daar niks op aan te merken. Merkte jij tijdens de corona dat het toch moeilijker was om mensen te motiveren rond hun geluk en hun welzijn, of viel dat mee? Absoluut. Absoluut. Ik heb gevoeld dat daar een grote rol voor mij was weggelegd, omdat ik een... Ik ontbrak het echt letterlijk in de grote media, op televisie. De boekjes iets meer, maar toch, ik vond dat er een enorm tekort was aan ondersteuning naar mensen toe. Er was wel heel veel en nog steeds rond kijk uit en was uw handen en mondkapjes en vaccineren. Dat allemaal wel, maar er werd nergens... Of bijna, ik mag niet zeggen nergens, maar er werd bijna nergens vernoemd hoe belangrijk het is om naar buiten te blijven gaan, de natuur in te blijven gaan, te bewegen, gezond te eten wat te doen met je mindset. Want dat is toch iets wat ik denk dat heel veel collateral damage veroorzaakt naast economische problematiek en het feit dat mensen angstig zijn. Is het feit dat mensen mentaal hier echt wel... gruwelijk onder lijden, onder binnenzitten, onder het gebrek aan sociale contacten zoals dat is als er geen pandemie is. En de ondersteuning wat dat betreft rond mindset, rond mentaal veerkrachtig kunnen blijven, dat heb ik enorm gemist in de media. En ik merk dat ook aan mijn volgers. Ik heb best wel wat volgers, dat die mensen komen echt naar mij van wat kunnen we doen, wat moeten we doen, want ik kan niet slapen, ik ben zo angstig. Dat soort vragen kreeg ik dagelijks tientallen keren. En dan voel je van dat daar toch iets mankeert in dat wat men aan de mensen vertelt. En dat vind ik wel heel zonde. Maar langs de andere kant ben ik ook wel blij dat ik voor een stukje dat kan invullen. Maar ik herinner me dat ik in het begin van het hele gebeuren verschillende tv-programma's heb aangeschreven van als jullie willen, ik wil gerust komen vertellen wat je kan doen om je weerstand wat op te krikken, om je emoties of je mentale gezondheid een beetje een boost te geven, een beetje ondersteuning te geven. Er heeft niemand op gereageerd. Ik heb zelfs geen antwoord gekregen op die mails. En dat vond ik wel... Het was niet van, hallo, ik wil op tv. Het was meer van, ik wil helpen. Ik wil, ja... Ik zeg altijd hapklare brokjes van tips en tricks geven, dat mensen misschien iets aan hebben. Maar nee. En dat heb ik wel, ja, dat vond ik wel heel erg sneu. Maar langs de andere kant doe ik dat via mijn kanalen dagelijks. Inderdaad, wat jij net zei, Peter.